Het ministerie van LVV heeft gisteren de officiële opening verricht van een moderne visrokerij te Nieuw-Amsterdam in het district Kommerwijnen. De visrokerij is conform de standaarden van de Europese Unie opgeleverd en is gefinancierd door Venezuela middels het project Alba Alimentos. Dat zegt visserijdirecteur Pervin Amrit Persat. Met de opening van de visrokerij zal zeker de verdiencapaciteit van de vissers verbeterd worden, benadrukt de visserijdirecteur. Het biedt de vissers de mogelijkheid om hun verdiensten te verhogen. Zij zullen in de gelegenheid gesteld worden om hun vis die ze dan kunnen aandragen bij de visrokerij te kunnen roken. Natuurlijk tegen een betaling van een fee zal dat gebeuren. We moeten dit natuurlijk koesteren. Het is en past binnen het beleid van het ministerie dat wij ondernemerschap stimuleren en vooral value adding. Momenteel gebeurt er heel weinig aan value adding in de visserijsector. En juist met die verdere verwerking van onze vis en garnalen kan er veel meer verdiend worden. Dus die mindshift moet ook nog gemaakt worden bij de sector. Dat zij nu wel moeten overgaan tot verdere verwerking van hun producten. En zodoende het maximale kunnen verdienen met onze vis en garnalen. Volgens Mark Laal, secretaris van het visserscollectief Kommerwijnen en Paramaribo, is deze visrokerij een droom die werkelijkheid is geworden. Minister Pralaat Seodin zegt dat dit project 12 jaar terug is opgezet, maar het was blijven liggen. Het ministerie heeft het weer opgepakt en na 2 jaar is de visrokerij geopend. Ver is gekomen. Vissers hebben altijd, toen de tijd, als ik gaf net het voorbeeld aan, voor 2007, konden wij feitelijk de vis voornamelijk afzetten om gerookt te worden en dan geëxporteerd te worden. Natuurlijk kregen we ook veel betere prijzen, want de prijzen in het buitenland waren euro's en US dollars. Momenteel zijn wij nu helemaal afhankelijk alleen van de lokale productie en de lokale afnemers die dat vis van ons afnemen. Dus waardoor de prijzen ook een beetje gekelderd zijn. Dus met de komst van deze project dat afgerond is nu, hopen wij dat wij weer gecertificeerd worden om zo spoedig mogelijk weer dan vis te exporteren naar de EU. En zij die ook wensen te investeren, we zullen kijken van hoe wij hun daarbij zouden kunnen ondersteunen. In elk geval, de know-how is al aanwezig. Onze mensen zijn reeds getraind geworden door buitenlandse trainers. En we kunnen, denk ik, als wij zo doorgaan, binnen een paar jaren, als de markt het toelaat. En de markt nog in het buitenland, nog, tenminste Europa, moet toch geopend worden, weer heropend worden. Dan denk ik dat wij een goede start kunnen maken met de exporten richting Europa. Maar Caribbean mag wel, dat kunnen we doen. Amerika, dat mag wel. Dus ik denk dat we hier voorlopig genoeg huiswerk hebben om te maken. Bijkans 8000 mensen vinden een bestaan in de visserijsector en dat moeten we waarborgen. Met goed beleid en het bieden van faciliteiten probeert het ministerie de vissers zo goed mogelijk te ondersteunen, besluit minister Seodin.